hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Avond, bijna nacht, 5:12. Over 12 uur gaat het allemaal beginnen, het eerste toernooi. Dat waarvoor we hier gekomen zijn, zal dan aanvangen. Wat hebben we vandaag gedaan? De dag begon goed, 's ochtends. We gingen ontbijten, heerlijk ontbeten. Maar er stond een gigantische rij om naar binnen te komen, om aan tafel te mogen. Maar niet als je met Burning Frankfurt bent hier. Dan niet, want dan loop je gewoon langs de rij en dan ga je gewoon naar binnen. En je pakt die tafel. Ja, dat kennen ze hier niet, maar dat was natuurlijk gewoon gelukt. Toen zijn we wezen kijken bij de World Series. We hebben onze tickets gehaald uiteindelijk allemaal. We hebben ook het main event ticket en zijn even gaan kijken waar we zitten. Dat is de oranje sectie, tafel 23, stoel 9. Kijken was inmiddels bezig het 2000 event van die dag. En zoals jullie al zagen, zat daar ook in Jordi van Poker News. Uiteindelijk is hij helaas niet verder gekomen. En wij zijn toen gaan kijken bij de 50k Horse, waar Marcel Luske met Rob Honig aan tafel zat. En daar zijn we even blijven kijken. Toen zijn we daarna bij het zwembad gaan liggen, omdat het vandaag niet zo warm was. Het was maar 38 graden. 'S middags, uit van de middag, heb ik een massage genomen. Heerlijk ontspannen. Relaxen naar de dag van morgen. En 's avonds zijn we op aanraden van Noah, zoals hij alle Nederlanders, bij alle Nederlanders doet, heeft hij ons ook gestuurd naar de Naked Fish, het sushi restaurant hier in Vegas. Zelfs de taxichauffeur die wist het niet te vinden, dus het is echt ergens achteraf. Dat je denkt van waar kom ik binnen, maar het was echt geweldig. Echt de lekkerste sushis hadden ze. De bediening was super en we hebben heerlijk gegeten. We zijn nu op de kamer, we gaan nog even een klein filmpje kijken en dan gaan we lekker slapen en dan morgenochtend maar weer langs de rij lopen voor het ontbijt en dan gaan we naar het toernooi toe. Wat jullie hier kunnen volgen op deze site natuurlijk, maar ook op www.pokernieuws.nl. En dan even bij de live report kijken en dan kunnen jullie zien hoe het allemaal gaat. Nou, dit was zover eventjes vanuit hier, vanuit Las Vegas.